Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Klaas Akkerman, je bent van Greener. Wat doet Greener? Klopt. Greener is 2 jaar geleden begonnen met het verhuren van mobiele batterijsystemen als alternatief voor dieselaggregaten op locaties waar je normaal alleen gebruik kon maken van fossiele brandstof om je energie geleverd te krijgen. En waar is dat dan? Wat zijn de use cases? Festivals, bouwplaatsen, evenementen, je kunt zo gek niet verzinnen of er staat een dieselaggregaat. En op al die plekken zijn wij aan het kijken of het daar de moeite is om een batterij neer te zetten. En dan zo ja, welke. Maar dan heb je het over gigabatterijen. Batterijen? Ja, klopt. Ik heb de laatste tijd een beetje verdiept in de stroomvoorziening. Maar gemiddeld aggregaat van een festival levert hoeveel? En megawatturen. Megawatturen? Ja. Dan heb je het over containers vol accu's. Ja, absoluut. Het zijn containers. Ze zijn vrij compact voor de energie die erin zit. Het zijn 10 voet containers van 2,40 meter bij 3,10 meter. En die zetten wij inderdaad in achter mainstages van festivals om daar energie te leveren. En daarmee vaak een deel van de dieselaggregaten te kunnen vervangen. De dieselaggregaten zijn zelf ook groot, zeker als de dieseltanks erbij staan. En toen wij 2 jaar geleden begonnen, toen begonnen wij natuurlijk met wij gaan met een batterij dit festival van stroom voorzien. Ja. Nou, op een gegeven moment kom je erachter dat festivals veel meer stroom gebruiken dan je ooit zou durven denken. Ja, exact. en daarom stonden die grote dieselaggregaten er ook in het begin. Maar wat je wel heel goed kunt doen met die batterij, is als je kleinere events hebt, kun je alle stroom in één keer meenemen. Als je grotere events hebt, dan kun je in combinatie met andere energiebronnen, dus dat kunnen zonnepanelen zijn, windmolens, dieselaggregaten, netaansluitingen of bijvoorbeeld kite power. Dat is dan een vliegende energieopwekker. Dat is een heel grote kite die trekt een drum uit en die levert dan energie die we in de batterij opslaan. Maar je kunt met al die energiebronnen kun je een batterij aan koppelen en op die manier je energievoorziening efficiënter maken. Ja, maar het zijn toch allemaal druppels op gloeiende platen. Een beetje lichtshow van een gemiddelde band op een middelgroot festival die gebruikt in 1 minuut meer stroom dan 1000 van die vliegers waar jij het over hebt kunnen opwekken. Die vlieger is extreem groot. Die is tussen de 60 en de 100 vierkante meter. Die levert ongeveer 100 kilowatt. En met 100 kilowatt kun je een aardig podium wel van stroom voorzien. Hey, waar zijn jullie begonnen? Ik dacht, hadden jullie het idee, we gaan Pinkpop doen, we gaan Lowlands doen, we gaan... Nee, wij zijn in 2014, we zijn met z'n drieën, waren ik en een van mijn medeoprichters waren op een festival. Daar kregen we een rondleiding backstage en toen zagen we dus die enorme aggregaten. En toen was iets van, oké, hier gaan wij iets aan doen. Dus voortvarend en enthousiast als we waren als jongens van de Technische Universiteit Delft, dit gingen wij wel even regelen. Ja. Om eigenlijk vrij snel achter te komen, dat reden wel al een paar Tesla's rond. Maar lithium batterijtechnologie was vrij nieuw in die tijd. Was verschrikkelijk duur. We moesten ook nog afstuderen en er waren nog andere praktische bezwaren om op dat moment aan de slag te gaan. Dus aan alle kanten kon het niet uit. En toen zijn wij gewoon verder gegaan met de dingen die we doen. We zijn afgestudeerd, we zijn gaan werken. En op een gegeven moment dacht ik, loondienst is leuk, maar eigenlijk voor jezelf werken is misschien veel leuker. En toen is dat plan van die batterij weer teruggekomen. En dat was dan eind 2017. En toen zijn we gigantisch hard eraan gaan werken. Tegen die tijd hadden we ook een derde jongen bij. Dus toen waren we met z'n 2 jaar geleden heb je dat. Ja, 2 jaar geleden. En toen hebben we begin 2018 het bedrijf opgericht. En toen zijn we met 1 zo'n batterijsysteem dat we marktonderzoek laten doen. Wie zoiets kon laten bouwen. Dus ergens geld vandaan halen. Dus dat is allemaal gelukt. Toen zijn we in 2018 voor het eerst de festivalmarkt opgegaan, wat ons toen de beste markt leek, omdat festivals duren maar heel kort, dus je kunt heel veel projecten achter elkaar doen. Het is vaak off-grid natuurlijk. Het is vaak al off-grid, dus ze zijn al gewend dat ze iets moeten regelen voor hun stroom, bijvoorbeeld niet gewoon uit stopcontact. En festivals willen ook heel graag innoveren en vernieuwen en daarom is het een... Zijn jullie bij Industry Great Wide Open begonnen of wat? Hey, en die accu's, hè, hebben jullie daar technologie aan toegevoegd? Of is het gewoon het stapelen van heel veel lithium-ion? Nee, dus wat wij hebben gedaan is we hebben een marktonderzoek laten doen en gekeken naar een partij die voor ons een systeem kan bouwen dat je eigenlijk als plug-and-play apparaat neer kunt zetten. Maar hebben jullie niet zelf een software-laag overheen? Ja, en we hebben hier een paar partijen natuurlijk ook aan tafel gehad die juist zich daarop willen onderscheiden. Ja, dus exact. Smart charging en... Precies. En dat hebben wij. Dus de batterij is mooi, maar dat is eigenlijk een domme asset. Ik bedoel, als die leeg is, is die leeg en dan moet je meer opladen.
En dan ben je natuurlijk niet schaalbaar, want dat zou betekenen dat je naast elke batterij iemand moet staan die kijkt op het scherm wat er gebeurt en als die te leeg is hem op een of andere manier weer gaat laden of zorgt dat ze minder stroom gaan gebruiken. Dus we hebben daar een stuk hardware aan toegevoegd waarmee we die batterijen allemaal op afstand kunnen gaan uitlezen, maar ook gaan aansturen. En op die locatie zelf zou je altijd in combinatie met je netaansluiting of die vlieger waar we het net over hadden of traditionele dieselaggregaten moeten gaan schakelen om te zorgen dat je genoeg energie binnenkrijgt om die pieken te kunnen leveren die dat evenement op dat moment ook wil vragen. Omdat... Ja, waar zit dan de belangrijkste waarde? Want je noemt al een aantal argumenten waarom een festival dat zou moeten nemen. Je noemt net eventjes de pieken kun je er natuurlijk uithalen. Ja. Want je moet, als je geen buffer hebt in de vorm van accu, moet je aggregaten op je piekcapaciteit. Exact. En dan nog extra, want er kan er een uitvallen. Exact. Nee, dat is dus inderdaad... Is dat een belangrijk argument om met jullie in zee te gaan? Of is het de, noem het de uninterrupted power supply, als alles uitdondert? Ja, ook. Kun je altijd nog een half uur door, zeg maar? Ja. Nee, waar zit de belangrijkste... We zijn dat gaan uitzoeken, hoe wordt stroom op een evenement gebruikt. En wat je eigenlijk ziet, is dat er heel lang niet veel wordt gebruikt tijdens het opbouw, maar echt heel weinig. Dan wordt het donker, de lampen gaan aan. En dan begint de show en dan moet het allemaal gebeuren. En dan na 8 uur is het klaar en dan misschien doe je het de volgende dag nog een keer. Ja. Maar dat betekent dus dat je je gemiddelde belasting, of je gemiddelde energieafname per festival is heel laag, met een enorme piek tijdens je show. En met die batterij kun je die onbalans tussen je dalverbruik en je piek kun je gaan balanceren. Die kun je meer in verhouding trekken, waardoor je dus voor de piek niet meer die grote aggregaten nodig hebt. Want er staat een batterij die piek wel levert. En die aggregaat kan het vermiddeld vermogen gaan leveren. En die kan laden in de rustige tijden. Exact. Ja. En een tweede groot voordeel daarvan is, en daar helpen de gemeentes nu ook in mee, is dus... Netaansluitingen zijn vaak heel erg ongeschikt om een evenement op te draaien, omdat je kunt wel de kilowatturen, dus de energie krijg je wel in 24 uur per dag uit het net. Alleen die piek, als ze alle lichten aan moeten, die komt niet uit die kabel. Dan is het einde verhaal. Ja. Met die batterij ertussen komt die piek uit die batterij en kun je aan dat net gewoon opladen. Ja. Hey, maar waarom dan de festivals? Dat is ook mijn persoonlijke interesse, hoor. Want ik zou juist denken... Volgens mij is dit, iedereen die met zonnepanelen thuis bezig is, is dit het grote probleem. Ja, dat je, is exact hetzelfde. Dat je die terugleveren aan het net, klopt. Dat stopt binnen afzienbare tijd. Klopt. De piekcapaciteit die je neer moet leggen om je alles te draaien, die is veel te hoog. Ja, klopt. Waarom dan de festivals gekozen en niet die enorme markt van de huizen die allemaal buffer willen? Ja, kijk, dus sowieso op dit moment krijg ik deze vraag natuurlijk super vaak. En dacht dat ik een hele slimme vraag zou hebben. Ja, absoluut. Maar wel klaar, maar neem ik. Ja, dat is we krijgen heel vaak vraag van, kunnen jullie ook voor mij de energie opslaan uit mijn zonnepanelen? Dus dat kan, technisch gezien kan dat, maar dat is totaal ongeschikt. Nou ja, dat is gewoon een beetje het idee dat je met een voorhamer een heel klein spijkertje in de land gaat timmen. Ja, jullie systemen zijn te groot. Exact. En met batterijen zie je gewoon dat voor elke toepassing krijg je eigenlijk een vrij specifiek maatje batterij. Weet je, je hebt een batterij in je afstandsbediening, je hebt een andere type batterij in je telefoon, je hebt er een in je laptop. En afhankelijk van de ruimte die je hebt en hoeveel energie je nodig hebt en hoe heb je buffer nodig. Ja. Exact, heb je een ideaal formaat. Waarom wij in deze markt zijn gestapt, is omdat dit is echt de prime markt voor diesel in een tijdelijke opstelling. Wij zijn niet op zoek naar projecten die voor 15 jaar ergens staan. Is natuurlijk top, maar wij focussen echt op die tijdelijke energievoorziening. In de meterkast bij jou thuis, waar je ook kunt bufferen, dat zou ook een permanente oplossing zijn. En daarvan zijn denk ik ook al genoeg partijen die daar al heel slimme technieken voor hebben. Maar juist die hele energietransitie waar we het altijd over hebben, die vindt heel erg plaats op het vaste energienet. Dus thuisbatterijen, batterijen op buurtniveau, windmolen, zonnepanelen. Je moet het allemaal bufferen met misschien biogas of met het Europees net. Maar juist die tijdelijke off-grid markt, die is super interessant. Want dat blijft een beetje een vacuüm in al die ontwikkeling. Omdat daar, wat zijn de opties? Een dieselaggregaat. Ja, nou was ik laatst bij de... Het is ook een evenement... Je kunt zeggen, het is een permanente oplossing, maar het is ook een evenementenlocatie, Amsterdam Arena. Ja. Die hebben in samenwerking met Nissan... Klopt. Hebben ze zo'n beetje de hele kelder volgelegd met afgedankte
Ja, klopt. Accu's uit die Nissan Leafs. Ja. Die is, die, als ze 80% raken, die accu's, dan moeten ze uit die auto's. Maar ze is goed genoeg voor de arena. Ja, stationaire opslag. Ja. En die kunnen gewoon 2 uur, als de stroom eruit knalt, kunnen ze gewoon 2 uur draaien. Zo'n heel stadion. De hele wedstrijd kunnen ze makkelijk. Ja. Ja, of de toppers, of weet je, dan hebben ze 2 uur om de boel weer te repareren. Ja, dat is... Hoe kijk je naar... Is dat vergelijkbaar, of is dat iets waar je naar kijkt en denkt, wow, weet je, dit is gaaf? Het is sowieso gaaf. Ja. Het is sowieso gaaf. Ik denk ook dat het voor de arena ook wel echt ze hebben het daar neergezet. En nu ook heel erg, weet je, met batterijtechnologie, toen wij in 2018 ook begonnen, denk ik van, nou, dit is het. We zijn nu 2 jaar verder. Het gaat en hard, hè? Het was toen, het is nog steeds fantastisch, maar we weten inmiddels ook heel veel dingen die nog veel beter, of gewoon technisch, of qua efficiëntie. Waar zit dat dan? Nog beter. Gewoon, je ziet dat het lithium wordt wel gewoon steeds compacter, dus je kunt meer energie opslaan in het volume dat je hebt. Dus je hoeft of minder ruimte mee te nemen. Dus de container kan kleiner, of je hebt meer energie in je container. Ruimte, ja. En ook dus waar toepassing heel goed werkt en waar niet. Dus als je denkt van, ik ga even een heel festival van stroom voorzien met batterijen, dat kan niet altijd uit. Het kan soms veel beter uit dat je op een paar strategische punten dus die batterij in combinatie met andere energiebron neerzet. En dan noemen we dat peak shaven, dus dat wij zorgen dat die pieken worden gepakt. En wat je net ook nog zei, dat heb ik niet meer gezegd, is die UPS-functie, dus die backup, dat mocht je dieselaggregaat uitvallen omdat de diesel op is, wat vaker gebeurt dan je denkt, het net overbelasten of eruit vallen, dan staat die batterij er nog. En afhankelijk van hoeveel stroom je gebruikt, kunnen wij gewoon zeggen, nou, je hebt nog 6 uur en 15 minuten om een oplossing te vinden. En dat creëert ook enorm veel rust dan. En dat is wel... Dat is een enorme winst die je daarbij nog hebt. Hey, en jullie zijn nu 2 jaar bezig. Hoe hard gaat dit? Hoeveel klanten hebben jullie, wat heb je het afgelopen jaar gedaan? Dus nou, even het festival. Ja, 2018 was echt een roadshow. Dan kunt ook, dus we hebben in totaal denk ik 14 festivals door heel de zomer gedaan. Want het winterseizoen is een beetje... Dit jaar of 2018? 2018 was dat. Dus dat was met 1 batterij. Toen in het najaar... Een roadshow, ja. Ja, omdat we toch al veel vragen hadden, is er een 2e bijgekomen. En vanaf april dit jaar hadden we de 10. Over de zomer zijn er nog 3 bijgekomen. En nu vorige week hebben we aangekondigd dat er nog 30 bijkomen voor het 2020 seizoen. Dus het moet een flinke hockeystick zijn. Jullie pakken serieus door. Ja. Dus dat nou, laat ik het anders zeggen. Mag ik daaruit concluderen dat jullie klanten tevreden zijn? En dat de vraag ook stijgt naar van hand? Ja, de vraag stijgt. Ik word natuurlijk ook enorm geholpen door iets als een stikstofcrisis. Ja. Gemeente Amsterdam heeft gezegd dat vanaf 2020 geen dieselaggregaten meer toegestaan zijn in de stad. Nou, wat dan de stad is, dat is nog niet helemaal duidelijk volgens mij. Maar in ieder geval niet meer op bouwplaatsen en op festivals. Of dat technisch mogelijk is... En of je dat zou moeten willen, is een tweede. Maar de vraag is enorm. Je ziet dus vanuit de politiek ook een enorm een duw in de richting. En wij geloven ook om deze... Want het is een markt die je moet maken. In 2018 moesten we aan iedereen uitleggen wat we deden. Dus iedereen, nou ja, succes. Dat wordt niks. Dat is nu, dit jaar is dat al anders. Maar je moet, om de markt te maken, moet je ook volume kunnen aanbieden op de markt. Want als je zegt, ja, nee... Ik heb 2 batterijen en ik ga er 3 jaar lang mee laten zien wat ik kan. Dan heb je nog geen product. Dan ben je een soort van demo. De indicatie, gewoon uit nieuwsgierigheid, wat kost één zo'n container batterij? Dat is de prijs van een aardig woonhuis. Hangt een beetje vanaf in welke... Een paar ton. Ja, een paar ton. Ja. Ja. En hoe ziet jullie... zeg maar een model eruit naar je klanten toe? Betalen mensen per uur, per dag of per kilowattuur? Dat is inderdaad van interessante. Ja. Wat je voor festivals, en dat is een enorme drive voor ons, is wat je ziet bij evenementen, ook bouwplaatsen bijvoorbeeld, die hebben stroom nodig. Prima. Ja. Nou, er komt een aggregaat, er komt een dieseltank naast, iedereen steekt zijn stekker in, stopcontact. Ja, het werkt. Ja. Je vult de dieseltank bij en tot het einde vul je hem bij en dan heb je achteraf, oh, ik heb 20.000 liter diesel verbruikt, plus de huur van die machine is bedrag X, moet ik afrekenen. Maar dat is een enorme onzekerheid in je budgettering, want je weet niet hoeveel liter diesel je gaat gebruiken.
Dus stap 1 is weten wat je aan energie verbruikt. Dat kun je met die batterijen allemaal live zien. Dus wij kunnen ze live uitlezen, maar onze klant krijgt ook toegang. Dus ze kan direct zien van, oh, ik gebruik echt heel veel stroom. Maar ja. Wij kunnen ook zeggen, je verbruikt veel meer dan een vergelijkbaar festival. Ja, er zit ook een bewustwordingscomponent in. Exact. Dus ja. dat is stap 1. Ze betalen nu nog per week, omdat je toch, ja. Weet je, evenementen duren meestal een week. Dus je begint maandag met bouwen door het weekend. Die onzekerheid, show. Hè? Lowlands is elk jaar. Exact. Die weten toch wel hoeveel diesel erin moet? Nou, het zal je verbazen. Ze weten het wel ongeveer en het is ook heel erg weersafhankelijk. Maar waar je die diesel aan hebt uitgegeven, was het de foodstraat, was het podium, was het een dieselaggregaat dat eigenlijk voor helemaal niks heeft staan draaien, dat weten ze vaak niet. Het is gewoon... Nou, dat las ik ergens, dat die aggregaten ook heel vaak inderdaad voor niks staan te draaien. Omdat of er nou één iemand alleen een radiootje op heeft... Klopt. Soms zie je echt een aggregaat dat meerdere of tientallen liters diesel per uur gewoon stationair moet verdraaien om maar die krukas rond te krijgen. Het is letterlijk een telefoon aan het opladen. Ja. Ja, dat is wel pijnlijk. Dat had niet gehoeven. Nee. Maar dus nu nog een prijs per week. En waar we naartoe willen is een model waarbij je gewoon betaalt per kilowattuur. Ja, precies. Want dan is bij alle gebruikers de incentives daar om minder energie te gaan gebruiken. Want dat is wat je uiteindelijk moet willen. Je kunt wel al die spullen in het veld zetten en zeggen, start de machine maar. Betaal maar. Hey, even een beetje vertraagd hoor, maar zo werken mijn hersenen. Je vertelde net het voorbeeld van Amsterdam. Dat is natuurlijk een waanzinnige kans voor jullie. Want, absoluut. Weet je, jullie gaan natuurlijk gewoon tegen de gemeente zeggen, ja, wij lossen dit zo op. Ja. Als festivals gaan zeggen, ja, dat kan niet. Klopt. Dan zeggen we dat bullshit. Tuurlijk kan dat. Ja, dit is de oplossing. Nee, absoluut. En kom je dan in, want een van de oplossingen is natuurlijk dat je die daluren gewoon uit het gewone net moet halen. Ja, exact. En dat ze dan maar die 3 uur in het Westerpark, dat daar de bands er staan. Ja. Ja. Net zoveel van die containers bij jullie huren als nodig is, toch? Ja, nee, want dat absoluut. Is in principe stapelbaar, toch? Als je zegt van ja. Ja, je kunt oneindig doorkoppelen. Ik heb ze alle 30 nodig morgen. Dan breng jij ze alle 30, toch? Geen probleem. Ja. Nee, absoluut. Het enige wat je dan volgens mij krijgt is wel een stukje logistiek. Want het moet wel ergens staan. Het moet aangesloten worden. En vaak zie je wel die powerplants die staan echt achter op het terrein. Dus die kom je wel eerder. Dus dat is ook waarom we een beetje aan die nu altijd nog per week werken. Ik bedoel, als je het 6 dagen wil of acht dagen, dat is allemaal niet, maakt niet heel veel uit. Het moet vooral passen in de planning dan. Maar zeker zo wat de gemeente Amsterdam nu doet, dat is een enorme kans. Wat ik wel vind is, je moet wel, en dat willen we ook wel, dat proberen we ook richting de klanten dan te zijn. Dus je moet wel eerlijk en realistisch zijn. Dus weet je, als jij één peertje gaat laten branden op een batterij van het kaliber van ons, want de gemeente zegt dat het allemaal op batterij moet. Dan zeg ik, ja, oké, dat kan. Maar dan heb je in ieder geval ecologisch nog niet gewonnen. Nee, want die batterij is gewoon te groot. Ja, dan kun je beter je auto-accu en verlengde... Nou ja, zoiets, ja. En hebben jullie concurrentie? Ik noem nooit concurrentie, maar collega's. Wat ik net al zei, is je hebt eigenlijk voor elk specifiek project een maatje batterij. En je kunt in de markt vrij veel batterijen halen. Ik denk waar wij op dit moment wel echt uniek in zijn, is dus het kunnen maken van de inschattingen van je energieverbruik en die direct koppelen aan een heel operationeel verhaal wat er vervolgens komt. Dus met batterijen in het veld en live je energieverbruik terugkrijgen. Ja, dus er zijn wel andere partijen die gewoon die accu's leveren. Ja. Maar op het dienstenniveau wat jullie eromheen hebben gemaakt. Ja, daar zijn we denk ik uniek. En ook wil je ook dat wil je ook echt. En dat is wat we echt willen uitbouwen. Ja. En wij gebruiken gewoon dus die 30 nieuwe zijn in ieder geval qua specificaties om en bij hetzelfde als die 13 die we nu al hebben. De andere partijen die hebben over batterijen, die zijn 2 keer zo groot of die zijn 1/3 zo groot of die zijn dus bedoeld voor dat ene peertje om een weekend lang te laten branden. En je krijgt gewoon verschillende niveaus of verschillende maten batterijen geschikt voor verschillende projecten. Er staat bijvoorbeeld eentje op het Museumplein, dat is dan niet die van ons, maar die sturen we wel namens de eigenaar aan. Die heeft heel andere specificaties dan het systeem dat wij zouden verhuren. Maar het systeem dat wij daar zouden verhuren is veel te groot. Ja. Dat past niet. Oké, maar dat kan dus ook, dat je zelf een accu in jullie systeem hangt, zodat je die monitoring en je dashboard en je verbruik en dat want soort dingen. Want het platform gaat veel schaalbaarder zijn dan het verhuurbedrijf. Ja. En als wij onze monitoring en dus eigenlijk energieintelligentie kunnen
toepassen op andermans assets. En dat is dan ook vaak weer in combinatie met zijn, of zijn diesel, zijn dieselaggregaten. Dan kun je. Dus jij zegt eigenlijk, we hebben twee producten. Ja. Een intelligente energieplatform, ja, en een batterijverhuurbedrijf. Exact. Het eerste is het belangrijkste. Het eerste is kern, omdat zonder die batterij hadden wij nooit dat platform kunnen maken. Ja. En om een platform te laten groeien en om ook geen afhankelijkheid te hebben van iemand anders die maar een batterij moet kopen en dat ik dan mijn service aan die persoon mag verkopen om mijn service te kunnen uitvoeren, ben ik super kwetsbaar. Ja. Dus je zorgt dat je zelf gewoon een gezonde assetpool hebt op basis waarvoor je je eigen bedrijf kunt inrichten, dan is het idee dat we daarna dat platform veel verder kunnen groeien. Ja, ik zit dan te denken, als je nou bijvoorbeeld kijkt, het was vroeger bijvoorbeeld in de boerenbedrijven heel gebruikelijk dat ze backup stroom hadden. Ja. In Nederland hebben wij er met z'n allen voor gekozen om dat niet meer te doen. En vooral heel veel geld investeren in om van 99,9 ja, naar 99,999 ja, betrouwbaarheid van de stroom te gaan. Maar iedereen zegt, en dat is ook de trend van jongens, dat gaat niet meer. Nee. Het is kwetsbaar. Klopt. Is jullie platform eigenlijk ook geschikt voor de straks de middelgrote, laat ik zeggen, MKB-bedrijven? Die zeggen, nou, ik heb niet zo'n container nodig, maar ik wil gewoon een backup accu. Ja, nou, dat is wel interessant. Kijk, dat is wel weer meer die stationaire toepassing. En die past natuurlijk ook bij de energietransitie. Dat klopt. Want, dat klopt. Weet je, in combinatie met zonnepanelen is natuurlijk een fantastische oplossing. Nee, dat klopt. Dus we komen dus wel een beetje terug dan op dus die permanente stationaire oplossing waar we eigenlijk niet op focussen. Ja. Aan de andere kant, wat we wel zien. Voor je platform zou het niet uitkomen. Nee, maar voor platform maakt het inderdaad niet uit. En wat we ook zien, is dus je hebt ook mensen die zeggen, nou ja, ik doe mij zo'n batterij en als ik hem niet gebruik, dan mogen jullie hem verhuren. En dat zijn onder andere dus boeren die dat interessant vinden. Ja. Hey, een idee hebben is één ding. Waar haal jij nu, zeg maar, je kick uit? Wat maakt dit voor jou nu? Nou ja, wij zijn begonnen met die roadshow op die 13 festivals. Dit jaar hebben we ruim 50 evenementen gedaan. En ook echt op vrij energietechnisch cruciale plekken gestaan. Niet zo van, nou, doe jij de bar maar. Nou, we hebben op Tomorrowland gestaan. Dat was dan niet achter de podia, zullen we maar zeggen. Wel nog een beetje van, doe jij dat barretje maar en laat maar zien. Ja. Maar ook bijvoorbeeld het Awakenings Festival, wat een gigantisch techno-event is. Daar hebben wij gestaan. Het zijn er zoveel. Dus Welcome to the Village bijvoorbeeld. In Leeuwarden zijn we echt een UPS-functie voor het complete evenement. Dus dan staan we gewoon direct naast de trafo. En als die uitvalt, dan. Om wat voor reden dan ook. Dan kun je nog twee uurtjes door op de batterij. Ja. Jeetje, waar zijn we dit jaar allemaal geweest? Nee, maar dit soort voorbeelden zocht ik even naar, ja. Dus dat is mega gaaf. En wat we nu aan het doen zijn, is ook dus er meer focus op die andere markten. Dus de bouw heeft enorm veel potentie, alleen heeft gewoon nog niet de aandacht gekregen. Omdat eigenlijk tijdens de zomer ben je zo gefocust op het leveren van je product, dat je niet heel veel toekomt aan die business development. Maar dat wordt nu anders. We hebben bijvoorbeeld 2 weken geleden een pilot gedaan met Volker Wessels. Ja, van Hattem en Blankenvoort. Die hebben dan op de bouw komen ze dan 3 dagen per week komen ze lassen. En dat is met een gigantisch lasapparaat. Dat gebruikt een enorme piek. En juist daarvoor hebben ze dan normaal een echt heel groot dieselaggregaat nodig. Bijna een 0,5 megawatt. Ja. Of ze hebben, en dat hebben ze dus nu gedaan, want dat kan natuurlijk niet. Een heel grote netaansluiting laten bouwen. Maar die komt natuurlijk veel te laat, want de netbeheerders zijn hartstikke druk. Terwijl als je die batterij er had neergezet, dan had je op een heel kleine netaansluiting had je makkelijk dat lasten kunnen doen. Ja. Nou, dat soort dingen. En je merkt dat als je eenmaal ergens bent geweest en het laten zien, dan zijn mensen er heel snel heel comfortabel mee. Als je het aan ze uitlegt, zeggen ze dan nog een beetje, nou, ik weet het niet hoor. Ja, ik weet niet of dat een batterij is altijd leeg, kapot, gedoe. Ja. Hey, geïnvesteerd vermogen. Ik zat even snel te rekenen. Je zei, zo'n containertje van jullie kost een paar ton of een goed huis. 30 van die dingen. Ik ga gelijk richting de 10 miljoen. Ja, dat is ongeveer. Dat klopt ongeveer. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, we hebben die eerste is natuurlijk het belangrijkst. Ja. En daar hebben wij daar hebben we heel hard voor gewerkt. En dat was dan uiteindelijk wat je noemt met Friends and Fools. Dus uit onze eigen netwerken hebben we mensen bij elkaar gevonden die dat... Ja, voor die eerste. Exact, met dat avontuur aan wilden. En vrij snel daarna, mijn twee co-founders, die hebben allebei in de,
in de advisering gezeten over voor het financieren van offshore windparken. Dus er zijn een paar bedrijven in Nederland die adviseren dus al die grote windparken, hoe zij met verschillende banken dat kunnen structureren om zo'n park te kunnen bouwen. Daar hebben ze daar gewerkt en een van die twee partijen die helpt ons nu met het verder inrichten van onze financiering om dus inderdaad die assets binnen te kunnen krijgen. Ja, en dat zijn vaak leningen van banken voor die offshore parken. Doen jullie het ook zo of heb je echt investeerders aan boord die een gedeelte van de aandelen hebben? Beide. Oké. Okay. Ja. Ja. Kun je er wat over zeggen? Wie dat ik vind dat altijd, ik probeer dat een beetje niet te veel over te zeggen, maar er zit een deel banklening in. Ja. En uiteindelijk omdat we zijn nog jong. Ja. We hebben nu van 1 jaar jaarcijfers, maar dat was met 13 evenementen. Onze cijfers van dit jaar zien er echt wel beter uit. Ja. Dat eerste jaar was ook al vrij goed, maar nu is er ook echt geld omgezet. En voor een bank heb je toch minimaal 3 jaar track record nodig om bij de fiateringscommissie ook groen licht te krijgen. En dat is nu nog lastig. En met hoeveel mensen werken jullie inmiddels? We zijn met z'n drieën begonnen. Ja. En ik denk, we zitten nu rond een man of 10, waarvan dus 6 fulltime en dan nog wat flexibel. En dat gaat over de winter nog wel wat groeien, zodat we ook komende zomer, dat gaan we natuurlijk wel echt. Dus van 13 naar 30. Er zit natuurlijk ook heel veel in de logistiek. Wat zijn het voor mensen inderdaad? Ja. Nou, we hebben de mensen die nu op kantoor zitten, zijn allemaal developers. Die dus dat platform eigenlijk aan het maken zijn. En nog veel, veel specifieker gewoon echt die aansturing van die batterijen werkend krijgen. En de mensen die erbij komen is vooral meer gericht op dus sales. En dan vervolgens operatie. En jij, waar hou jij de hele week mee bezig? Ik operatie. Ik geef de meest pragmatische antwoorden van ons drie. Ja. Ja. Ja, nou, fantastisch, weet je. En hockeystick, dat betekent volgend jaar 100 batterijen, het jaar daarna 300. En ja, zoiets. Die orde van 1000. Oh, 1000. Ja, die, 100, dat is 1000 volgend jaar, is wel een beetje overdreven. Maar het moet echt hard doorgroeien. Dat is jullie model. Maar wel ook meegroeien met de markt natuurlijk die we zien, want anders dan groei je zelf voorbij. Ja. En daarvoor hebben wij nu dit jaar ook al, zijn we dus op meerdere plekken in Europa ook aan de slag gegaan. Om daar met strategische partners aan de slag te gaan. Nederland is echt een enorme innovatiemarkt en daar kunnen we op zich heel veel wegzetten. Alleen gewoon om die echt snelle groei te waarborgen moet je eigenlijk zorgen, denken wij, dat op verschillende plekken in Europa en het jaar daarna ook Amerika erbij. Is Nederland een meer innovatieve markt dan als je naar zo'n innovatie-events gaat in Engeland voor festivals, je legt uit wat te doen, dan zeggen ze, ja, hoe kan het nou? We hebben het hier bedacht en jullie zijn het in Nederland gaan doen. Dus Nederland is ook de enige markt nu die meerdere partijen heeft die actief batterijsystemen aanbieden als primaire bron van energie. Je hebt al kleinere systemen die een beetje mee worden gegeven van, ja, prima, doe die maar. Maar in Nederland is echt het enige land die daar zo in voorop loopt dan. Ja, interessant. Had je nog een laatste vraag? Nee, ik vond het redelijk interessant. Ja. We gaan jullie in de gaten houden. Ja, heel goed. Leuk als je over volgend jaar of nog eens komt vertellen waar je staat. Ja, lijkt me leuk. Gaan we doen. Ja, super. Dank. En dat je dan gewoon heel Lowlands dat is wel de droom. Ja. Hey, super. Ontzettend bedankt. Ja, jullie ook bedankt. En jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream. Bier & Co. voor het water. Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond, maar de komende 2 weken niet. Want dan zijn we op vakantie. Hè? Dus begin januari zijn we er weer. Dankjewel. Dag.